Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Losstop. Hallo. Hier hebben we een koksmes. In een film, als er iemand mee vermoord is, heet het een vleesmes. Ik zal laten zien hoe je hiermee kunt snijden zonder daarbij je vingers mee te pakken. Of het nou een koksmes is of een Chinese variant, in beide gevallen geldt dat je het handvat niet alleen beetpakt, omdat dan het lemmet kan gaan draaien. Om meer sturing te houden, pak je met twee vingers en een duim, pak je het lemmet ook beet. Dat scheelt alvast voor je vingers. Geeft een betere sturing. Dan bij het snijden nooit gestrekte vingers, maar een soort klauw maak je ervan. Waardoor je het lemmet er tegenaan kunt krijgen en mocht je er dan toch een keer in zitten, dan valt de schade mee. En dan snij je dus als het ware zo. Je zult denken, dat is onhandig. In het begin wel, maar het went. En uiteindelijk hou je dus je vingers ermee heel. Probeer het maar. Tot slot nog 3 tips. 1. Gebruik een doek onder je plank. Ligt die stabieler. 2. Ga nooit schrapen met je mes. Daar wordt het lemmet bot van. En tot slot, er komen altijd bramen aan. En die kun je weghalen met wat heet een aanzetstaal. Op deze manier. Dan haal je het metaalvijlsel tussen twee vingers. Zo er vanaf. Zit het niet in je eten. Dat is het. Je kunt snijden. Dat is weer een probleem uit de wereld.